Hallo, ik ben Seppe van Groeningen, auteur van Aards Paradijs, een soort emotionele autobiografie gebaseerd op een stukje uit mijn jeugd. En daarin heb ik Jules laten vertolken hoe ik die periode gevoelsmatig heb beleefd. Omdat ik wou het contrast schetsen tussen twee werelden. De wereld enerzijds, waarin kinderen geboren werden tijdens de Flower Power beweging en die daarna zijn opgegroeid in die bubbel van pure liefde met John Lennon als boegbeeld voorop. En de reële wereld daarbuiten, waar ze dan vroeg of laat mee in contact moesten komen. En dus dit in de fond triestige verhaal over Jules, wat ik met de nodige recul op zo'n manier vertellen, dat degene die het lezen er bij momenten hardop om gaan lachen, maar ik wou ook dat het hen raakt. En met dat in mijn achterhoofd ben ik zo vrij geweest om de realiteit te gebruiken, maar ook te misbruiken, te kneden, herkneden en vooral mijn fantasie waar nodig de vrije loop te laten om dat te bereiken. Voilà.